allemaal bij een nieuwe video. Ik zit hier naast Jeroen Soubedar en hij is mantelzorger en ik vind hem echt heel erg bijzonder. Ik heb zelf 2 jaar ook mantelzorg gedaan voor Nani en ik probeer het nu ook te doen als ik er nog tijd voor heb. En ja, we zitten hier bij Uno en dit is Jeroen. Jeroen, ja. Nou, vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben 24 jaar, geboren en getogen in Den Haag. Ja, zo is het. Ja, ik ben Jeroen Soubedar, 24 jaar, geboren en getogen in Den Haag. En sinds 2012 woon ik in Amsterdam. Mm-hmm. Ik ben mantelzorger van mijn moeder sinds mei 2011. Ze heeft een aantal herseninfarcten gehad, waardoor ze verlamd is geraakt en in de rolstoel is beland. Waarom ben ik dan verhuisd naar Amsterdam? Mijn moeders kant familie woont in Amsterdam. Yeah. En om die reden ben ik samen met mijn moeder... Mijn vader verhuisd naar Amsterdam toe. Ik woon er sinds juni 2012. Ik heb mijn bedrijfskunde MER opleiding daar ook gestart, ben ik in Amsterdam. En ook afgerond. Ja. Yeah. In december 2018. Ik heb wel studievertraging gehad. Ja, maar dat is wel lief genomen. Ik bedoel. Inderdaad. Yeah. En momenteel werk ik bij Aegon sinds juni 2019, dus afgelopen maand al. Ik ben. Ja, daarvoor nog werkzaam geweest bij bol.com. Okay. En het is allebei klantenservice werk eigenlijk. Maar bij Aegon ga ik wel de stap maken naar schadebehandelaar. Okay. Dus dan ga ik kijken van als iemand de schade claimt, mogen we als verzekering wel een bedrag uitkeren. Ja, te nemen. Okay. Dus dat zijn dingetjes die ik nu doe. En wat betekent mantelzorg voor jou? Ja, mantelzorg. Wat mantelzorg voor mij betekent is eigenlijk het zorgen voor de naaste. En als je letterlijke definitie wilt hebben, dat is 12 uur per week, minimaal 3 maanden lang. Dat je dan zorgt voor iemand. Dat kan zijn een oom, een tante, een moeder, een vader, broertje, zusje. En dat hoeft niet per se familie te zijn, dat kan ook... Dat kan ook buren zijn inderdaad, okay. Bijvoorbeeld. En die definitie, dat blijkt uit... De website, rijksoverheid.nl, okay. Daar heb ik het vandaan. Okay. En, natuurlijk wordt er bij elke gemeente nu een andere definitie gehanteerd. Ja. Dat heeft ermee te maken dat de gemeente nu verantwoordelijk is voor de zorg in haar gemeente. Yeah. De gemeente Den Haag heeft zo'n eigen definitie, de gemeente Amsterdam heeft zijn eigen definitie. Mm-hmm. En dat hangt er vanaf in welke gemeente je woont. Oké. Okay. En hoe heeft dit jou veranderd, jouzelf, mantelzorg, ja. En jouw leven? Ja, wat ik net al vertelde, mijn moeder is in mei 2011 een aantal hersenbloedingen gehad. Ja. Ik was 16 jaar op dat moment, komt heel veel op je af. Ik zat toen op de middelbare school, ja. In het Steincollege. En op een gegeven moment komt heel veel op je af, moet je met mensen gaan praten. Mm-hmm. En dan doe je eigenlijk dingen in een reflex van oké, dit is gebeurd. Dan ga ik direct zorgen voor mijn moeder. Yeah. Op het moment dat ik zie dat het minder gaat, ga ik nog extra stapje bij doen. Dat is eigenlijk het eerste wat je doet. En op het moment dat je dan verder gaat praten met oudere mensen die wat meer ervaring hebben, yeah. Ja, dan kom je toch in een soort van, wat is nou verstandig, wat is nou het beste, hoe kan je het nou balanceren? En daar heeft mijn moederskant familie heel erg bij geholpen van, let goed op jezelf, let goed op wat je doet eigenlijk. Yeah. We staan voor je klaar in dat geval. En hoe is je vader hiermee omgegaan? En hoe heb je dat met je vader besproken? Van hoe gaan we dit doen voor mama? Precies. Het is inderdaad ook mijn vader die het wel lastig heeft gehad ermee. Hij heeft een bemiddelaar moeten inschakelen. Hij werkte als handhaver bij de gemeente Schiedam op dat moment. Mm-hmm. En met die bemiddelaar probeerde hij een baan bij de gemeente Amsterdam te krijgen. Oké. Okay. En dat is hem toen ook gelukt. Per 1 september 2011. Werkte hij al daar. Oké, dat is wel fijn. Dus dat op die manier was hij al dicht bij mijn moeder. Mijn moeder is namelijk eerder verhuisd naar Amsterdam dan ik zelf. Ik heb het jaar 2011, mei 2011 tot juni 2012, heb ik nog mijn MAVO-opleiding moeten afronden. In Den Haag. En dat deed ik in Den Haag inderdaad. Yeah. Op het hele Steincollege. Dus in dat jaar ben ik ook volwassen geworden in dat opzicht. Dus om jouw vraag te beantwoorden, mantelzorg heeft mij echt volwassen gemaakt in dat opzicht. En dat zie ik aan kleine dingen. Voorbeeld was, mijn vader gaf me zakgeld voor de hele week, 50 euro. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik in het begin, maakte ik dat in 3 dagen op. En toen heb ik geleerd van wie niet horen wil moet voelen of hoe noem je dat?
Wie fouten maakt moet op de bladen zetten, zoiets. Ja, ik snap je punt. Dat spreek hoor. Ja. Nou ja, op een gegeven moment vond je het moeilijkste sinds je dit eigenlijk doet? Ja, dat is toch wel je vrijheid. Nou, vrijheid in de zin van, op dit moment kan ik nu niet zeggen van, het is nu 5:30. Laat ik eens een cola gaan doen met een goede vriend van me. Of, ja. Of een biertje gaan doen met een collega van me. Dat moet ik al vooraf besproken hebben, want mijn moeder wacht op me. Ja. Of mijn vader wacht op me. Mm-hmm. En worden dingen van me verwacht. Dus verantwoordelijkheden krijg je er al direct bij. Dat is wel het moeilijkste geweest waar ik aan moest wennen. Dus eigenlijk als jongen ben je natuurlijk, wil je heel veel met je vrienden doen. Heel veel gezelligheid hebben. Dus maar uiteindelijk heb ik geleerd dat dat niet het belangrijkste is. Dus het vinden van een balans tussen het verzorgen van je moeder en uitgaan met vrienden en studeren was eigenlijk het lastigste. Klopt, ja. Dus zo doen we. Oké, en hoe zit het in je liefdesleven? Ja, moeilijk. Dat is echt moeilijk. Ja, dat heeft daar ook mee te maken. Hè. Je moet, wat ik dan vind, hè, je moet iemand iets kunnen bieden. In dat opzicht. Mm-hmm. En ook echt tijd voor diegene hebben. En als ik dan eerlijk ben, heb ik nu geen tijd daarvoor. Hoe hard dat ook klinkt, daar heb ik daar nog niet de echte tijd voor. Mm-hmm. Natuurlijk wil ik dat wel gaan. Uiteindelijk, ik word ook in september 25, dus dan ben je toch aan het nadenken van, hoe kan ik dat toch zo faciliteren dat alles mogelijk is. Yeah. En daarnaast, ik moet degene nog tegenkomen, dus... Oké, okay. Nou, dat gaat zeker wel komen. Het is alleen, het is gewoon lastig. Ik bedoel, kijk, diegene zou natuurlijk ook heel veel begrip moeten hebben voor jouw situatie. Zeker. En weet je, een relatie, dat is leuk, maar tijd maken voor elkaar, elkaar goed begrijpen, respect hebben voor elkaar is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, precies. En ik heb ook geleerd, je kan het wel zeggen, maar het tweede is doen, zeg maar. Precies. Dus woorden maken geen daden. Precies! Echt, dat is echt een goeie! Want ik zeg dat dus ook altijd. Geen woorden, maar daden, mensen. Oké, dat is even tussendoor. Even kijken. Ik heb niets te knippen hoor hier. Jawel joh! Kijk, we praten al 7 minuten. Wacht even, wat had ik nou nog meer? Doelstellingen. Ik help er even. Ja, doelen. Voor jou dat... wat is... Wat is je uitlaatklep? Uitlaatklep, ja. Wat ik heel erg heb is, ik ontspan me heel erg met gamen. Gamen, FIFA. Okay. Ja. Voetbalspelletje, jullie weten dat wel. Wat met vrienden en familie doen, dat geeft me ontspanning. En natuurlijk ook met mijn vader een aantal dingen gewoon bespreken. Ja. Van, en echt regelen, dus daar heb ik het erover van, als iets niet geregeld is thuis of zo, dan krijg ik het nog aan me. Yeah. En op het moment dat ik dan met mijn vader heb besproken van oké, is het goed zo, dan valt die last weer van mijn schouder als het ware. Okay. Dus dat soort dingen helpen me. Okay. En heb je ook momenten gehad omdat je dacht van ik wil niet meer, ik kan niet meer, het is gewoon echt te veel nu? Ja, die periode heb ik gehad. Dat is periode maart 2017 tot ongeveer september 2017. Dat is een periode geweest dat ik depressief was. Yeah. Wel licht, gelukkig. Mm-hmm. Okay. Dus geen zelfmoordneigingen, et cetera. Mm-hmm. En dat is een periode geweest van bezinning voor mij. Mm-hmm. Ook hulp gekregen en gezocht bij een psycholoog. Okay. Aan sessies gedaan. Mm-hmm. En uiteindelijk toch de focus weer gevonden en echt de energie weer gevonden van om door te gaan en dingen een plek te geven. Wat ik echt heb geleerd is eigenlijk relativeren. Soms is er slecht nieuws is niet zo slecht als het lijkt, zeg maar. Zo heb ik dat leren verwerken als het ware. Okay. Want wat was de reden dat ik zo depressief werd? Het was eigenlijk meer dat ik balletjes omhoog moest houden. Ik ging afstuderen op dat moment. Yeah. Ik had een aantal dingetjes in de media gedaan waarbij ik dacht van ik heb een druk, voel een druk zeg maar van mezelf. Mm-hmm. Ik wil daar nog wat mee doen. Ik wil afstuderen. Ik wil dat alles gewoon goed gaat. Yeah. Mijn moeder ook dat goed maakt. Yeah. Want zij ging op een gegeven moment achteruit, ging ze weer naar het verpleeghuis toe. Oh, okay. Dus op die manier, dus ze woont nu niet meer thuis, dames en heren. Ze is vanaf juli 2016 is teruggevallen en terugval heeft ze gehad. En is ze sinds december 2016 in een verpleeghuis. En dat is eigenlijk een beetje de oorzaak, denk ik, vind ik, van mijn depressiviteit later dat jaar, in 2017. Oké. Okay. Ja. Dus zo doen we. Ja, dat is
Het was best wel lastig om daar uit te komen, maar ik heb het uiteindelijk overwonnen. En, je familie en je vrienden hebben je ook ik moet nog wel even een dankwoord nogmaals doen naar de gemeente en de hogeschool, want anders was ik niet geslaagd voor mijn bedrijfskunde. Okay. Dus de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, bedankt nogmaals. Oh, dat is wel lief. Ja, eerder wie eerder toekomt, hè. Ja, dat is wel zo. Wat zijn je doelen? Doelen, ja. Wat ik al vaker tegen mensen heb gezegd, is ik wil ooit een zorgcentrum voor mezelf openen. Mm-hmm. En ik heb er een bepaalde datum bij. Ik geloof in numerologie. Ik ook! Zo cool, high five! Luister naar deze. Goed luisteren. Okay, ik geloof erin dat er op een datum iets moet gebeuren bij mij. Ik had 29 augustus 2029 als datum dat ik mijn zorgcentrum open of er gebeurt iets daarmee. Mm-hmm. Dus een eigen zorgcentrum? Een eigen zorgcentrum, opzetten? Inderdaad. Okay. Die datum is zo opgebouwd dat ik dacht van oké, het heeft ergens mee te maken. Ik zag op een gegeven moment heel vaak 34 voorbij komen. Ja, getal van Appie Noordie, dat snap ik ook wel, maar ook een aantal andere 34 dingen die mij matchen. 3 en 4, 7. Ja, dat soort dingen, ja. Maar ik heb het nog verder uitgezocht. Oh, okay. Mijn geboortedatum, als je dat optelt, voor mijn 34 en voor mijn moeder hetzelfde. Ik ook op 34. Wauw! Dus, oké, dat was 34, dus ik moet 34 zijn op dat moment. Ja. 2-9 is van mijn geboortedag, of van mijn dag. Ja. 2 september is 2-9. 2-9, ja. Mijn voetbalnummer is 8. Augustus. 8 augustus. Ja. En 2029 ben ik 34. Oké. Dus op die manier, zo heb ik er een beetje over nagedacht. Wauw, ik geloof hier echt in. Echt, ik kom elke dus keer... Wel bij. App mij, als de app nog bestaat, 29 augustus. Dus, als we allebei nog in leven zijn, dan komt er dus weer een interview als ik dan nog steeds aan het vloggen ben. 29 beloof, augustus. Beloof. Ja, belofte. Ja. Shake on it. 2029. Oké, nou, ik vind het echt een heel mooi doel. Ja. Heel apart ook, hè, dat je dit wilt doen, want... je moet hiervoor nog wel een studie doen? Of? Zeker, ja, klopt. Ik wil na mijn perinche bij Aegon. Dat ben ik in januari 2021 klaar. Ja. En dan wil ik daarna mijn pre-master en mijn master gaan oppakken. Dat is gezondheidswetenschappen en zorgmanagement als master dan. Ja. En als ik die dan heb afgerond, dan kan ik bij elke zorginstelling werken. Ja. Op beleidsniveau dan. Okay. Niet als arts of iets, maar op beleidsniveau. Beleidsniveau, ja. En daar kan ik dan mijn ervaringen gaan opdoen. Okay. En zodoende ook stapje voor stapje naar dat hoofddoel werken. Als het ware. Ja, een mooi doel. Je hebt nog 10 jaar. Ja, 10 jaar. 10 jaar naar meisje. Easy, hè? Easy, zou je zeggen. Nee. Ja. Nee, is best wel een pittig groot, doel. Een pittig doel, inderdaad. Maar ik wil er heel hard aan werken om dat te realiseren. Dus. Yeah. We gaan het zien. Leuk. En ik ben niet zeg maar zo iemand van, hè, ik heb één doel, dat ik als dat mislukt, dan komt het er niet van of iets. Ik heb nog andere doelen, maar die hou ik nog even van mezelf. Hou die nog maar even Precies. voor jezelf. Anders wordt dit heel lange vlog. Een lange video wordt dit. Wie inspireert jou? Mijn inspiratie? Ja, ik heb Barack Obama heb ik best wel hoog zitten. En dat heeft ermee te maken dat hij toch... anders durft te zijn dan anderen. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie gedachte om in je leven te hebben. Dus verander de wereld, begin bij jezelf. Yeah. En hij is echt iemand die bij zichzelf begint, zelf de leiding neemt om anders te zijn dan anderen. Yeah. En zodoende inspireert hij mij. Okay. En als voetballer heb ik wel Memphis Depay en Jorginho Wijnaldum nog een beetje als inspiraties. Maar dat heeft met andere dingen te maken, dat is meer wat doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Oh ja, een PSV'er, Ajaxiet. Moest ik nog even melden. Dit was het einde van de vlog. Heb je favoriet boek? Om gelijk op aan te sluiten, ik ben nu bezig met het boek van Memphis Depay lezen. Oh, oké. Het is best wel een inspirerend boek. Oh, gezien dat hij een boek had. Ja, maar dan kom je nog ergens achter. Ja, als Ajaxiet. Maar oké. Maar goed, maar hij heeft een eigen boek en daar vertelt hij heel veel dingen wat hij heeft meegemaakt. Mm-hmm. En zodoende begin je, ja, dan
kijk je ook naar hoe iemand zijn leven kan lopen. Zo, ja. Dat is eigenlijk de boodschap van hem. Okay. En dat wil ik best wel eens lezen, hoe dat is gegaan uiteindelijk. Oké. Ja. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen van iemand? Het beste advies van wat ik van iemand heb gekregen, dat is van mijn overleden oom. Yeah. Die heeft gezegd van, in dit leven heb je, zeg maar, tot een bepaalde grens heb je hulp. Yeah. Maar uiteindelijk zou je het toch zelf moeten doen. Dus zelf je dingen op orde moeten houden. Zelf je dingen verantwoordelijkheden moeten nemen. Yeah. Want dan ga je ergens komen. Als je dat niet doet, dan blijf je die hulp van iedereen accepteren. En dan ga je niet vooruit in dat opzicht. Okay, is dat ook jouw motto? Of heb je een ander motto? Nou, dat, wat ik net zei van verander de wereld, begin bij jezelf. Dat is eigenlijk mijn motto. En ik heb er nog een andere. Dat is zorg goed voor jezelf, dan zorg je goed voor je omgeving. Maar dat sluit wat meer aan op dat mantelzorggedeelte. Yeah. Van, hè? Als je goed voor jezelf zorgt, dan zorg je ook goed voor je omgeving. In de zin van, dan zijn er minder mensen die voor jou moeten zorgen. Yeah. En dan zijn een aantal mantelzorgers dan wat minder. Maar dan bespaar je ook niet de staat. Nee, bespaar je jezelf gewoon kosten in dat geval. Okay. En dan heb je een leuk leven, denk ik. Ja. Nou, ik heb echt heel veel. Het laatste kun je eigenlijk wel. Eigenlijk even. I know. Ik heb echt heel veel respect voor jou. En ik vind het echt heel mooi dat je dit doet, weet je. Ik bedoel, je was 16, weet je. En weinig jongens of jongeren die ik ken die dit doen voor hun ouders. En natuurlijk, het is je moeder, hè? En je moeder heb je gewoon heel hoog zitten. Ik denk elk persoon wel. Zeker weten, jawel. En ik vind het echt een heel mooi gebaar wat jij en je vader natuurlijk doen. En hè, dat je je studie hebt afgerond, is echt een hele mooie prestatie. Zeker weten, en, ja. Ja, ik vind het echt, echt heel goed. Ga zo door. Zeker. En ik wil je bedanken voor je tijd en voor het interview. En ik heb nog iets kleins voor jou. Oh. Gaat dat ook op camera? Oké, dames en heren, dan moet ik het openmaken. Ja, maak het maar open. Oké, maar anders gaan ze denken van, wat is dit? Ja, trouwens, dit is... maakt niet uit. Van de Bonte Koe. Echt Bonte supergoed. Ja. Waar zit dat? In Den Haag, bij de Korte Poten. Oh, dat moet je ook even bij vermelden, hè? Korte Poten. Nee, maar dan krijg ik van die, die banners, die komen erbij. Dat kan ik misschien nog wel vertellen. Wat? Ik wilde ook met YouTube starten. Oh, leuk! Op een gegeven moment zou ik mantelvlogger worden. Ja! Maar het kost me zoveel tijd om dingen te editen. En daar ben ik achter gekomen en op een gegeven moment dacht ik van, waarom heb ik dat gezegd? Het is heel ding hoor. Toen heb ik het even gelaten, maar ik kom eraan hoor. Let maar op, ik kom nog wel. Yeah. Mantelvlogger. Een mantelvlogger. Ik kom nog. Dus Dit is gewoon zo'n... bedankt. Ja, ik hoop dat je het lekker vindt. Chocolade? Wacht. Ja, melkhazelnoot. Melkhazelnoot, inderdaad. Van de Bonte Koe. Ga kijken hoe die smaakt, laat ik nog even weten. In de reactie hieronder. Dus, hier. Even meenemen. Nou, Jeroen, heel erg bedankt. Ja. Ik vond het echt super gezellig. Zeker weten. Ook bedankt voor de uitnodiging trouwens. Dat was wel echt leuk. Ja. En wie weet, als je een keertje tijd hebt, kunnen we gewoon chillen. Komt goed. Ja? Rustig aan. Geen Ajax PSV trouwens. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Hij is misschien wel ietsje langer geworden dan gepland. Ik wens jullie een fijne dag en alleen maar liefde.